oefent. Wat ze zo meteen met de middelste ring moeten laten zien. We zijn heel erg trots op het paard dat nu in de middelste ring loopt. Dat is Mighty Mike, 19 jaar oud en loopt nog super internationale wedstrijden. Het heeft een tijdje geduurd voordat hij braaf genoeg was en hij heeft nog wel eens gestreken. Aan de longe ziet u Roos Lemmers. Roos die volgeert al heel lang bij ons, vanaf de 8e, ik denk al 10 jaar. Maar Roos die wil zich ook heel graag in het longeren bekwamen. En het longeur is net zo belangrijk als de voltigeur. Want als zij geen goed contact met het paard heeft, dan kunnen de voltigeurs kunnen niet hun oefeningen laten zien. En het paard en de longeur worden steeds belangrijker in onze stad. En natuurlijk ben ik heel trots dat heel veel leden die bij ons jong beginnen, alweer ook doorgroeien als trainer en ook als longeur. Dan leid je eigenlijk je eigen kader op. En Ronja is aan de beurt. Leonie is er net af en Carlijn gaat erbij. Carlijn zit net voor het eerst in deze groep. Komt zo van de groep van Steiner, van de Haflingen. En is nu overgestapt op de paardengroep. Wat u net zag, hè, gewoon dat klopje op het paard, hè, dat vinden wij zo belangrijk. Hè. Constant het paard belonen, niet maar aannemen dat dier zich goed gedraagt. Nee, altijd belonen en laten zien.